Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. En het mysterie van vandaag is een keer wat anders. Een zakje chips. De handcooked jalapeno pepper flavor potato crisps. Van Real Crisps uit hun website zegt Wills, maar... Ze zijn ook aangesloten bij een grote maatschappij, net zoals we in Nederland grote maatschappijen hebben. In Engeland, die dit op grote schaal uitbrengt. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik ga jullie misschien vertellen waar je deze jalapeno crisps vandaan haalt, als ze lekker zijn. Want ze waren niet zo duur en ze zijn makkelijk te krijgen. Maar als ik het nou niet lekker vind, dan ga ik ook niet vertellen... waar dat vandaan komt, want dan moet je ze gewoon niet kopen. Er staat jalapeno op. Ik hoop dat er ook jalapeno smaak aan zit dan. En dat het niet een gimmick is ofzo. Maar ik zal even lezen wat erin zit. Dat heb ik natuurlijk weer op een briefje geschreven. Want ik zal het wel even laten zien. Nou, ik denk dat het hier wel... Dat je het hier onderop nog beter ziet dan dat ik het zelf kon zien. Maar het is gewoon allemaal erg klein. Daar zit in aardappelen. Dat is wel fijn met chips. Zonnebloemolie, jalapeno aroma, zeezout, tarwemeel, uienpoeder, chilipoeder, jalapeno chilipoeder, moutazijn extract, poeder, veel poeder, knoflookpoeder, chili extract en kleurstoffen. Chili extract, ik ben benieuwd wat ze bedoelen. Capsaïcine extract, dat is namelijk een manier om echt alleen de capsaïcine uit een peper te halen en die stof te gebruiken om chips of sausen bijvoorbeeld heter te maken. Maar dat gebeurt op zo'n vreemde, ja, haast chemische manier dat het eigenlijk nooit lekker is. Maar het is al heet. Je kan er echt... Er zijn extracten van 60 miljoen Scoville-eenheden. Nou, dat is vergeleken met een Caroline Reaper die op 2 miljoen zit, is dat nog veel hoger. Maar het is nooit lekker. Nou, we gaan het gewoon proeven. Ik ben dus gewoon benieuwd of er jalapeno smaak aan zit. Want, een beetje schudden, want er zit natuurlijk veel poeder in, wat ze zeggen natuurlijk, poeder. Ik ben gewoon benieuwd of dat echt naar jalapeno smaakt. Want als je dat op je zakje zet, dan moet je dat... En dat belooft dat het naar jalapeno smaakt, dan moet je dat ook warm maken. Je kan het wel heet maken, maar als het niet naar jalapeno smaakt, dan had je dat er niet op moeten zetten. Het zijn behoorlijk grote chips. Dat vind ik best wel leuk. En er zit echt wel veel poeder op. Het ruikt echt... Naar die echt die dikkere ambachtelijke chips, weet je wel. Die zijn altijd harder, maar ik vind het wel lekker. Ja, en die knoflook proef je goed. Het zout ook wel. Best wel zout. Had voor mij iets minder gemogen. Is in ieder geval lekker. Nou, echt jalapeno smaak. Jalapeno smaak met je fris groen, weet je wel. Beetje te vergelijken als groene paprika, maar toch niet helemaal. Jalapeno haal ik er niet uit. En ik vraag me af of ik sowieso iets heets eruit haal. Ik zal hem nog even schudden. Hier zit alle poeder onderin. Ik zal even kijken of ik onderin een chip kan pakken. Ik weet niet. Ik proef absoluut geen jalapeno. En eigenlijk ook.
eigenlijk ook geen hitte. Dus jalapeno chips. Het smaakt lekker. En het was niet duur. Maar ik weet niet, ik zou het niet aanraden. Het is gewoon... Het doet niet wat beloofd. Ik proef geen peper, ik proef geen jalapeno. Het was nog wat geweest dat ik ook echt peper had geproefd, maar... Ja, misschien... Heel ietsje, maar net zoiets als dat je... Een keer uitschiet met zwarte peper op je... In je eten, weet je wel, dat proef je, maar... Hm. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Als je nou een reviewer bent, of niet een reviewer, dat ben ik zelf. Als je nou een sausmaker bent, of een peperteler, of een snackmaker. Alsjeblieft, als je een snackmaker bent en je kan betere chips maken dan deze jalapeno chips. Die in ieder geval echt naar jalapeno smaken, contact me even. En... Als je een kijker bent en je vindt het een leuk filmpje, laat gewoon even een bericht achter. Zeg dat je het leuk vindt. Of word lid van mijn Facebook bedrijfspagina. Want die familie die moet gewoon groeien. Of stuur me een e-mail met wat suggesties of zo. Altijd welkom. En onthoud, it was a man in a green coat. Doei, dan zie ik jullie volgende keer weer.